Angela Malenstein vindt dat de handwasters het aan hun stand verplicht zijn dinsdag de derde groepswedstrijd op het WK tegen Kameroen met een ruime marge te winnen. Als we niet van Kameroen winnen, dan hebben we niets te zoeken op het WK. Al dus Malenstein tegen Nusport. We moeten ze gewoon verslaan en met meer dan twee of drie doelpunten verschil. Ondanks het kwaliteitsverschil verwachten 24-jarige Malenstein die zondag tegen China... Wider 15, 5 keer score, niet zomaar een makkelijke wedstrijd in Leipzig. De hoekspeelste vreest vooral de fysieke kracht van Cameroen. Het zijn allemaal sterke meiden, die lomp uit de hoek kunnen komen. Voor die harde duels moeten we ook kijken. We willen heel blijven, maar we moeten er wel vol in gaan. Juist als je je spaart in de duels raak je geblesseerd. Zenuwen als Malé Steiner met Oranje in slaag Cameroen te verslaan dan is een plek in de achtste finale zal zo, zo goed als zeker omdat de eerste vier van de zes landen in de poelen doorgaan naar de achtste finales. Nederland, dat twee jaar geleden de WK-finale haalde, lijkt door de ruime zee op China bovendien in het toernooi te groeien. Nadat de openingswedstrijd zaterdag tegen Zuid-Korea verrassend met 22-24 verloren ging. Tegen de coronanen speelden wij echt niet goed, beseft Malenstein. Misschien waren het de zenuwen van zo'n eerste wedstrijd op een groot toernooi. En de druk. Al leggen we die vooral onszelf op. Gelukkig hebben we ons goed hersteld tegen China en werken we nu met een lekker gevoel toe naar de laatste drie poelenwedstrijden. Nederland tegen Cameroen begint dinsdag om 15.30 uur in de Arena Leipzig. Een dag later neemt de ploeg van Pontcoach Helle Thompson het op tegen Servië. Waarna de groepsfase donderdag tegen gastland Duitsland wordt afgesloten.